Wat vindt u de kwestie over Egypte? Wat ik daarvan vind? Ja, het is natuurlijk niet zo leuk wat er allemaal aan de hand is in Egypte. Want er is toch wel een hoop vervelende dingen aan de hand. En er zijn toch een hoop slachtoffers die er vallen. Ik vind het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Maar ik kan de mensen wel een beetje begrijpen. Waarom vindt u dat over Egypte? Waarom ik het verschrikkelijk vind? Omdat er heel wat mensen nu slachtoffer worden. Door alles wat er gebeurt met de opstanden en plunderingen en noem maar op. En dat is niet goed. Waarom ik dat vind? Ja, het is toch altijd vervelend als de mensen slachtoffer zijn. Dat het met zoveel geweld allemaal moet gaan. Het is toch leuker als de mensen aardig met elkaar omgaan. Weet je ook een oplossing? Of ik een oplossing weet? Nou, niet 1, 2, 3. Ik denk dat het probleem best wel groot is. Ik denk dat die mensen gewoon heel goed met elkaar moeten gaan praten. En samen een oplossing zoeken. Net als jullie altijd doen. Als jullie ruzie hebben, gaan jullie ook samen een oplossing zoeken. Nou, wat alle mensen zeggen, dat ze graag meer willen vertellen. En dat ze graag meer vrijheid willen. En ze zeggen dus, als meneer Mubarak, de president, als die weg zou gaan, dat dan alles een stuk beter wordt. En ze hebben al iemand die ze vinden van, nou, die kan misschien wel de nieuwe president worden. Maar of dat zo makkelijk gaat, jij bent hier, ik haal jou weg en ik zet iemand anders neer. Ik denk dat dat niet zo simpel is. Vindt u dat de president weg moet en niet de slachtoffers? Nou, alle mensen weghalen, zei ik al. Dat lukt je niet uit een land, want een land bestaat uit allerlei mensen. Anders heb je één president met een leeg land. Wat heb je daaraan? En een president kan je natuurlijk wel weghalen. Daar kan je iemand anders voor kiezen. Want tussen al die mensen die daaraan demonstreren zijn, zit misschien ook wel iemand die heel veel verstand heeft van regeren. Waarom vindt hij dat? Omdat mensen te makkelijk denken. Het is niet zo van, ik heb het koud en ik trek een warme jas aan, dan heb ik het niet meer koud. Ik denk dat er meer moet gebeuren. En dat is misschien heel moeilijk. Nou, misschien moeten ze het net als in andere landen doen, nieuwe verkiezingen uitschrijven. Hè? Dat iedereen een programma gaat verzinnen. Van, nou, ik ben hiervoor, dit vind ik goed voor het land of dat vind ik goed voor het land. En dat ze dan iedereen laten kiezen. En dat de beste, als de beste dan wint, dat dan president wordt. Zo doen we het in Nederland ook. Dank u wel dat we u mochten interviewen over Egypte. Graag gedaan en veel plezier verder mee. Dit was CBTV voor vandaag. Kijk elk vrijdag om 6:30 tot 7:00 op CBTV.